Ali B wordt vervolgd voor drie zedendelicten en hier is recent een vierde aan toegevoegd. Deze incidenten zouden plaatsgevonden hebben over een periode van vier jaar, van 2014 tot 2018. Slechts één van deze zaken is gerelateerd aan het programma The Voice of Holland, maar toch zal hij daar financieel wel eens het meeste last van kunnen hebben. Wederom slecht nieuws voor Ali B. Dus. Tina Nijkamp verwacht dat meneer ook nog eens een miljoenenclaim zal krijgen van ITV. Het productiehuis dat Die Voice of Holland nu al jaren noodgedwongen niet kan uitzenden. De hoeveelheid geld die ITV al jaren misloopt, is gigantisch, weet Tina. ITV nam in 2022 al een schadepost op van 11 miljoen euro, en in 2023 waren alleen al de onvoorziene juridische kosten 4,7 miljoen hoger, schrijft ze in haar column in De Telegraaf. Die enorme schade zal ITV als commercieel bedrijf op iets of iemand willen verhalen, denkt Tina. Reken dus maar dat ook ITV deze rechtszaak met veel belangstelling zal volgen. Als Ali inderdaad schuldig wordt bevonden, dan is een doorstart die Voice of Holland nog verder van huis. Een terugkeer op RTL4 is dan volgens Tina ook kansloos. Het zal mogelijk voor veel internationale schade zorgen en wellicht elk jaar miljoenen afschrijvingen opleveren. Het zou zomaar eens kunnen dat het flikflooien met die dames niet alleen slecht is voor zijn imago, maar ook nog eens voor de portemonnee. Het werk van Ali ligt momenteel al stil, dus een miljoenenclaim zal hem absoluut niet goed doen. Geen comeback en misschien wel de vrees dat de ITV-juristen hem aansprakelijk willen stellen voor de geleden miljoenenschade nu en in de toekomst.